Hoi iedereen, als jullie ook onze blog volgen, heb je misschien wel halverwege de maand januari een artikel van mij gezien dat ik wat favorieten van de afgelopen tijd liet zien. En ik vertelde namelijk dat ik elke keer eigenlijk gewoon faal om een favorites video op te nemen. Maar omdat ik toch wat meer regelmaat in onze artikelen en video's wil krijgen, ga ik gewoon toch proberen om nog een favorites video van de maand januari op te nemen. En dat ik dit gewoon de rest van het jaar kan volhouden, elke maand een favorites video op te kunnen nemen, zodat we die aan jullie kunnen laten zien. Dus vandaar heb ik vandaag voor jullie een favorites van de maand januari. Ik heb een beetje mijn best gedaan om wat verschillende spulletjes bij elkaar te zoeken. Dus het is niet alleen beauty of alleen fashion, maar verschillende dingetjes gewoon. En die ga ik jullie in deze video laten zien. Nou, qua beauty spulletjes heb ik niet zo heel veel op het gebied van make-up. Als het gaat om haar heb ik wel wat meer. En ik begin met deze föhn. Het gaat niet zozeer om de föhn, maar meer om deze kop die erop zit. Ik vond dit soort accessoires altijd een beetje vreemd. Ik snapte niet zo heel goed wat ik er nou mee aan moest. En ja, het droogde mijn haar zo langzaam. Maar de laatste tijd heb ik het steeds vaker gebruikt. Ik föhn gewoon eerst mijn haar normaal droog. Dus zonder het accessoire, gewoon een beetje zo. Dan zet ik deze erop en dan leg ik mijn haar zo erin. En dat geeft mijn haar een beetje wat meer textuur, een beetje meer slag. En het geeft het gewoon wat meer vorm, zodat het niet meteen heel erg naar beneden hangt. Het geeft ook een klein beetje volume. Nou, samen met die accessoires voor de föhn gebruik ik verschillende producten in mijn haar. Ik begin eigenlijk altijd met de Walk on the Beach Conditioner and Prep. Deze is van Undone bij de Insiders. Ik heb hier ook een review geschreven op mijn blog hierover. En het is gewoon een leave-in spray die ik gewoon even inspray voordat ik ga föhnen, zodat het wat extra beschermd is. En ik vind het een hele fijne spray omdat hij gewoon mijn haar best wel goed ontklit. Hij sprayt heel makkelijk in en hij gaat best wel lang mee. En daarna als ik dan aan het föhnen ben met de extra kop op de föhn, dan gebruik ik de Text 06, de Texture Styling Wave Creating Spray van L'Oreal. Ik heb een keer volgens mij eerder al in de video laten zien. Maar het is echt een favoriet en zorgt ervoor dat mijn haar lekker gewoon een beetje ruwig is. Een beetje messy-achtig en wat textuur heeft. En het zorgt gewoon voor dat die krullen ook iets beter blijven zitten. En de volgende favoriet is ook eentje van Undone bij de Insiders. Dit is de Teaser Styling dus. Heb ik ook laten zien in dezelfde review als van de Leave-In Spray. En dit is zeg maar van dat hele dunne lichte poeder dat je gewoon op de wortels van je haar aanbrengt. Van je hoofd hier. En dan maakt het stug zodat je gewoon wat volume maakt. En ik vind het echt top spul. Het werkt heel goed. Je hebt niet heel veel nodig. Nou, dat waren de haarfavorieten. Het enige beauty voor het gezicht favoriet dat ik heb, of in ieder geval wat nieuw is en wat ik nog niet eerder heb laten zien, is deze. Dit is een primer, Photo Finish Foundation Primer van Smashbox. Het is een doorzichtig spul. Een beetje dat gladde siliconenachtig. En deze keer heb ik van Smashbox deze. Ik heb vroeger ook gebruikt van Sephora. Maar nu de Sephora weg is, kan ik die natuurlijk niet meer gebruiken. En toen kwam deze op mijn pad en die heb ik al een paar keer gebruikt. Hij ziet er nog heel erg vol uit en dat klopt. Ik heb hem nog niet mega vaak gebruikt. Dus je zou misschien denken van waarom is het dan echt een favoriet. Maar ik zal het je uitleggen. Ik begon dit te gebruiken en toen merkte ik dat mijn huid echt enorm veel puistjes kreeg. Heel onzuiver werd, constant weer verstopt raakte. Dus ik schrok ervan en ik ben hiermee gestopt. En toen bleef mijn huid gewoon enorm slecht. Het bleef gewoon nog steeds verstopt en slecht zijn. En toen besefte ik me dat het niet door de primer komt. Maar het komt omdat ik ben geswitcht van pil. Ik ben 3,5 jaar aan de Diana-pil geweest. En op een gegeven moment kwam die heel erg in het nieuws. Met er waren natuurlijk wat vrouwen aan overleden. En er kwam meer in het nieuws. En dus dan word je ook wel een beetje bang. Dus toen ben ik naar de dokter geweest om hier even over te overleggen. En toen heb ik besloten om op een andere pil te gaan. Maar ik wist dat mijn huid dan echt enorm slecht zou worden. Want ik ben aan de Diana-pil gegaan omdat ik heel erg bulten en acne kreeg. En als je dus met die pil stopt, dan komt dat ook weer allemaal terug. En dat is dus wat nu aan de hand is. Ik heb best wel slechte huid nu. Ik heb best wel veel make-up nu op. Dus het zal misschien nog wel heel erg meevallen op camera. Maar zonder deze make-up is het wel echt heel vrij slecht aan toe. En ik ben blij dat het in ieder geval toch niet door deze primer komt van Smashbox.
Dus ik ben er weer mee begonnen en ik ben er heel erg blij om, omdat het heel lekker aanvoelt op de huid. Niet te glibberig, het voelt een klein beetje hydraterend aan zelfs. En daarover kan ik namelijk heel fijn mijn foundation aanbrengen, want foundation heb ik nu echt heel erg nodig. Dus ik ben heel blij dat ik dit weer kan gebruiken, want dan kan ik toch mijn gezicht wat egaler maken en het voelt ook beter aan. Maar goed, heel groot lang verhaal erover, dat had je waarschijnlijk niet eens willen weten. Maar dit is dus een hele fijne primer en hij is vrij zuinig in gebruik ook. Hier zit best wel product in en volgens mij ga ik hier nog best wel lang mee doen. Mijn volgende favoriet is dit geurtje. Dit is de geur, even kijken, heet Lazy Sunday Morning van Maison Martin Margiela. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Anyways, dat is dit geurtje. Ik heb er ook een review over geschreven. Ik kreeg deze van Serena voor de kerstdagen en ik ben helemaal verzot op dit geurtje. Hij is heel erg bloemerig. En dat is niet iets waar ik eigenlijk in eerste instantie heel erg van hou. Maar toch vind ik hem echt helemaal geweldig. Hij wordt omschreven als soft skin en bed linen. Dus dat lijkt al een beetje blijk dat hij echt heel lekker fris ook is. Nou, mijn volgende favoriet is deze. Dit is de Philosophy Purity One Step Facial Cleanser. En het is een heel fijn product om gewoon je make-up mee vanaf te halen. En hij is heel erg, ja, neutraal eigenlijk. De geur is, ja, ik ruik bijna niks eigenlijk. Het laat niet mijn huid prikken of rood worden. Hij is heel erg neutraal en rustig voor mijn huid in ieder geval. En hij doet gewoon goed zijn werk door alles eraf te halen. Mijn volgende favoriet is er ook eentje van Philosophy. En dit is in de geur Amazing Grace. En dit is serieus mijn favoriete geur all time van Philosophy. Ik ben in aanraking gekomen met deze geur in 2009 trouwens. En door Serena. En sindsdien ben ik echt helemaal verslaafd aan deze geur. Ik heb al meerdere, want je hebt me ook in parfum voor, meerdere parfummetjes hiervan versleten. En ik heb hier de Shampoo Bath en Shower Gel. Dus het is een hele grote fles. Doe je echt enorm lang mee in die lekkere geur. En hier kan je dus ook eventueel je haren mee wassen. Maar ik gebruik het voornamelijk voor mijn lichaam. En je kan deze kopen bij de Issy Paris. Mijn laatste product van de favorites is ook nog een klein beetje beauty. En ik heb hier de Bath & Body Works Aromatherapy Sleep in de geur Lavender Vanilla. En dit is een pillow mist. En dat is een klein flesje die gewoon een beetje over je bed en je kussens kan sprayen. Waardoor het een beetje zo'n rustgevende geur heeft. Zodat je lekker kan gaan slapen. Dat je niet te veel woelt en dergelijke. Maar ik vind het vooral echt een enorm lekkere geur. En ik heb hem een tijdje laten liggen, want ik heb deze in de zomer vorig jaar meegenomen uit Turkije. Want daar heb je een Bath & Body Works. En omdat ik bang was dat hij best wel snel op zou gaan, want het is niet een heel groot flesje, heb ik hem ook een tijd laten liggen. Maar begin dit jaar ben ik weer begonnen om hier zo af en toe een beetje mee te sprayen. Nou, deze keer heb ik twee fashion favorites voor deze video. En ik begin met deze schoenen. Dit zijn de Nike Rush Run sneakers. En ik heb deze bij ASOS besteld een tijdje geleden. En het zijn echt heerlijke schoenen. Ik wil ze ook nog in andere kleuren. Ik heb nog een paar in hemelzwart en een wit Nike teken die nog onderweg zijn hierheen. En ik heb ook nog een ander paar gezien in grijs die ik eigenlijk wel heel graag zou willen. Dus misschien ga ik die wel kopen. Want het zijn echt heerlijke schoenen. Ze zijn mega licht. Ze zijn serieus de meest comfortabele schoenen die ik ooit heb gehad. De volgende favoriet is vast eentje die jullie wel vaak voorbij hebben zien komen op Instagram. Volgens mij nog niet in een outfit of the day, maar dat weet ik niet zeker. En dat is deze fluffy trui. Deze is van de Primark. Die kocht ik in toen ik in de Primark in Londen was. En ik heb hem een maat groter genomen. Ja, een maat 40 is dit. Dus hij is lekker oversized. Ah, ik ben zo blij met deze trui. Dat is echt mijn favoriet. Oké, en dan zijn we nu aangekomen bij mijn lifestyle favorieten. En ik heb de eerste gelijk al in mijn hand. Dat is deze kop, of deze mok. Deze heb ik van thuis gehad voor de kerstdagen. Hij is van Urban Outfitters. En hij is geweldig om twee dingen. Eén, natuurlijk de, hoe noem je het ook weer? Boxbeugelring. Die is echt gewoon heel erg gaaf. Gewoon een mega eyecatcher. En het tweede wat heel erg fijn is, dat deze mok echt enorm groot is. Dus hier kan ik echt gewoon lekkere grote koppen thee in drinken. En omdat ik dus super graag thee drink, heb ik ook nog een tweede mok. Of wat dan ook, hoe je dit kan noemen. Een tumbler volgens mij. Een tumbler.
En dat is deze van Starbucks. Die heb ik van Serena gehad bij de Starbucks in Utrecht. Buiten had je deze. Het is een plastic beker. En als je deze koopt, hij kost 1,50 trouwens. Als je deze koopt en je laat hier het drankje bij Starbucks in vullen in plaats van dat je een papieren mok krijgt, dan krijg je 30 cent korting op jouw drankje. Dus dat is heel erg leuk en het is natuurlijk goed voor het milieu. En als theeliefhebber heb ik natuurlijk ook een favoriete thee van de maand. En dat is deze geworden. Dit is mijn eigen ontworpen theesmaak. Ik heb hem Tropical Mojito genoemd. En ik heb deze besteld bij de theebrouwerij. Hier hebben wij ook eerder een review over geschreven op onze blog. Die zal ik ook eventjes hier beneden in de beschrijving onder de video even linken. Daar kan je nog eventjes terug naar gaan. En bij een goede kop thee hoort natuurlijk een beetje chocola of een beetje veel misschien. Mijn favoriet is deze. Dit is de Milka Choco en Popcorn. Ik zag hem bij Tara liggen en soms snuffel ik een beetje rond. Kijk wat zij in de kamer heeft. En ik zag deze reep liggen en ik dacht, chocola en popcorn. Ik weet niet helemaal zeker wat ik hiervan vind. En ook al is het gewoon net gebeurd, het is echt gewoon een favoriet. Het is gewoon geweldig, deze chocola. Ik was echt helemaal flabbergasted van oh my gosh. Oh my gosh. Het is zo ontzettend lekker. Het klinkt misschien echt super raar, popcorn chocolade combinatie. Maar het is serieus zo ontzettend lekker. Je ziet het in de winkel liggen. Koop het alsjeblieft direct. Laat me weten wat je van vindt. En ik kan je niet verzekeren dat deze onaangetast in mijn kamer blijft liggen. Nou, dat waren de favorieten van deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze te zien. Laat vooral eventjes in de comments weten of jullie elke week of elke maand willen dat wij deze video gaan opnemen. Ik ben het in ieder geval wel van plan, want ik vind het zelf ook heel erg leuk om dit soort video's bij andere YouTubers te bekijken. Dus ik hoop dat ik elke keer gewoon wat nieuwe favorieten aan jullie kan laten zien. Deze keer dus niet heel veel nieuwe make-up producten, omdat ik gewoon een beetje dezelfde producten aan het gebruiken ben. En doe vooral even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Nou, ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag weer terug in de volgende video. Doei! Gaat hij daar? Win ik? Yeah! Gewoon traan. Ik moet allemaal.